Ja, ik, ik ben lid van de Raad van Europa. Daar praten we met 47 landen samen over dit onderwerp. Ik ben zelf rapporteur radicalisering in dat circuit. En wij organiseren regelmatig congressen waarbij de bestuurders bij elkaar gebracht worden. om hierover te praten met elkaar. En dat is heel effectief. Dus de behoefte aan kennis en ervaringen uitwisselen. heeft direct impact op de programma's die gedraaid worden. Het is opvallend dat bijvoorbeeld in Nederland. de politie wel op excursie gaat naar Frankrijk om te leren. Wat voor draaiboeken maak je nou als er feitelijk een aanslag plaatsvindt? Daar zijn de Fransen gewoon echt heel erg goed in. En worden ook als leidend gezien in Europa hoe je dat moet doen. Maar omgekeerd zijn de Fransen reuzen nieuwsgierig naar de successen in Nederland rond de preventie. Er zijn in Nederland programma's ontwikkeld, ook in Scandinavië en Duitsland, die inmiddels hun succes bewezen hebben. Het succes heeft veel te maken met de manier waarop wij onze samenleving hebben georganiseerd. Wij zien teams ontstaan in wijken, mede aangestuurd door de burgemeester, waarbij welzijnswerk, gezondheidszorg en de wijkagent intensief met elkaar samenwerken. Zij weten heel goed wat er zich in de wijken afspeelt en kunnen direct jongeren, maar ook wel volwassenen aanspreken, omdat zij zien dat die radicaliseren. En juist in dat voortraject, dat ze bezig zijn te radicaliseren, merken we dat je het meeste succes kunt boeken als het om preventie gaat. We zien een, een vrij groot verschil tussen de grote steden, de middelgrote en de kleinere. Daar waar kleine gemeentes uh, vooral reageren op incidenten die zich voordoen in de gemeente. Misschien nog iets te veel dan het, nieuw, het wiel opnieuw moeten uitvinden. Daar waar grotere steden, Amsterdam, Rotterdam, uh, Den Haag, uh, wat meer gewend zijn aan het onderwerp. Dus ook een veel integraler beleid hebben. Daar ook al ver zijn in de ontwikkeling daarvan. En bijvoorbeeld die samenwerking tussen het, uh, het sociaal werk. De gezondheidszorg en de wijkagenten al redelijk intensieve vormen kent. Dat is in kleine gemeentes minder ontwikkeld en dat gaat in de ene gemeente ook beter dan in de andere. Hetzelfde kun je van Scandinavië zeggen, die dat ook allemaal al in hun eigen samenleving hebben. Dus ook daar zie je dat de wijkagenten, de gezondheidszorg en het welzijnswerk, vaak jongerenwerk, op een goede manier met elkaar samenwerken en stevige methodes weten te ontwikkelen om enerzijds de radicaliserende jongeren te vinden en tegelijkertijd. Ze bijna letterlijk in hun nekveld te nemen van daar gaan wij wat aan doen. En dan doen ze dat ook en dat is dus suc succesvol. In de, de analyses die wij maken van geradicaliseerde jongeren zie je een rode draad tevoorschijn komen. Ze worstelen allemaal met de problematiek of het de vraag: ben ik wel welkom in deze samenleving? En zij ervaren in extreme zin dat ze niet gewenst zijn, niet welkom zijn en dus ook geen toekomst hebben. En dit soort gedachten leiden tot radicalisering. De programma's die gedraaid worden zijn dus ook heel erg gericht op. Mensen te laten ervaren dat ze wel degelijk welkom kunnen zijn in de samenleving. Dat ze geholpen kunnen worden om onderdeel te worden van die samenleving. En dat daar wel degelijk ook een toekomst voor hen ligt. Dat lukt alleen als je samen met welzijnswerk, samen met wijkagenten, samen met gezondheidszorg... goed analyseert en goed weet wat er gebeurt in deze wijken. Gebeurt. Je moet de mensen kennen in de wijken en... De Nederlandse manier waarop wij onze samenleving hebben georganiseerd, in de, in de basis heeft dat al in zich. Ik heb voorbeelden gezien waarbij letterlijk tegen een persoon gezegd wordt: ik zie dat jij radicaliseert, ik trek mij dat aan, ik accepteer dat ook niet. Dus wij gaan morgenochtend om 9 uur naar school. Uh, en jij gaat niet alleen naar school, ik ga met je mee. En jij blijft op die school totdat de school is afgelopen. En als jij eerder naar buiten komt, dan vind je mij bij de deur, want ik sta daar. Dat type aanpak blijkt succesvol te zijn. En degene die dat gedaan hebben, vertelde mij. Vaak heb je dat, moet je dat twee, drie maanden volhouden en dan ineens knapt er iets in dat hoofd van er is iemand die zozeer zijn best doet om mij op het goede spoor te krijgen. Blijkbaar zijn er toch nog mensen die om mij geven. En dan ineens draait het om en raken mensen heel gemotiveerd om weer aan zichzelf te werken. Bij anderen duurt het langer. Er zijn ook verhalen van dat het wel een half jaar of een jaar kan duren. Maar dat moment komt bijna vrijwel altijd. En daar ligt de, de, de kern van het succes. Ja, ik ervaar het zelf sterk als, als een modernisering van het vak van welzijnswerker. Ik heb zelf een opleiding welzijnswerk uh, gehad. Ik ben oorspronkelijk jongerenwerker. Uh, en ik zie dat uh, de manier waarop de samenleving zich ontwikkelt... de polarisatie, de heftigheid daarvan, uh, andere eisen stelt uh, aan het beroep. Uh, we hebben echt mensen nodig in het welzijnswerk... Die, die ook zich steviger kunnen opstellen dan voorheen. Die verder gaan in die, uh, die integrale samenwerking met een wijkagent, met gezondheidszorg... Dan dat ik zelf in de 70, 80, 90 e jaren heb ervaren. Dus die volgende stap zal in de beroepsontwikkeling zeker moeten worden gezet. Ik denk dat de, dat de branchevereniging een goede rol kan spelen in, in ieder geval in het voeren van dit debat. Daarom zijn deze bijeenkomsten ook denk ik van belang. En met elkaar goed te analyseren wat die, die modernisering van het vak sociaal werker, wat dat voor eisen stelt. Het overleg met de opleidingen, maar ook de bijscholingscursussen voor mensen die dit pad op willen gaan. De, die, daar kan de branchevereniging natuurlijk een uitstekende rol in vervullen.